De vijver is 15 jaar geleden, 16 jaar geleden gebaggerd. En dat hebben ze, nou ja, erg lomp gedaan, op z'n zachtst gezegd. Als je hier kijkt, is het gelijk een meter diep. Als je iets verder gaat, dan wordt het al snel richting de 1,5 meter diep. En ja, ze hebben dat met een graafmachine 15, 16 jaar geleden gedaan, gewoon zo langs de kant. Mijn buurman die woont hier 50 jaar, die heeft het zelf gezien. En sindsdien stort hier de hele boel gewoon in. Ja, en om dit op te lossen moet er een damwand komen, toch? Ja, dat klopt, ja. Wie moet hem betalen? Ja, dat is de vraag, hè. Wij zeggen van, joh, die vijver is van de gemeente. En daar hoort een damwand bij. De gemeente moet zorgen dat de boel niet instort. Ja, zijn het niet eens met hoe de gemeente het nu probeert op te lossen. De gemeente wil eigenlijk dat wij de damwand gaan kopen. En het onderhoud dus op ons nemen. Ja, daar zijn we het niet mee eens. Met name omdat je dat gewoon niet moet willen. Maar ook omdat ze bedragen vragen die nergens op slaan. In 2019 wilde de gemeente de grond aan alle bewoners verkopen of verjaren of in bruikleen geven tot aan de damwand. De damwand zou van de gemeente zijn en in onderhoud blijven. Nou, dat was op zich prima, alleen de gemeente wilde over de hele rij alle bomen gaan kappen. En daar hebben we toen wat van gezegd, van nou, dat willen we eigenlijk niet. En toen is er eigenlijk een draai ontstaan en heeft de gemeente gezegd, nee, we gaan het zelf allemaal onderhouden en we gaan een pad achter jullie huizen langs leggen. En die damwand komt er dan. Nou, toen hebben we gezegd, ja, dat willen we absoluut niet. Nou, goedemiddag. Dit is onze tuin. En zoals jullie wel kunnen zien, is de grote eik al aardig scheef gezakt. We hopen dat hij nog even blijft staan, maar dat weten we natuurlijk niet. Maar we willen wel heel graag dit uitzicht behouden. Ja, ja. En dan wil de gemeente er een pad neerzetten, hè? Ja, daar zijn we niet zo heel blij mee. Want het is hier natuurlijk heel donker 's avonds. En als hier een pad langskomt waar iedereen overheen kan lopen, ja, dan ben ik bang dat je criminaliteit gaat creëren. Ja. Ik vind het ook een onveilig gevoel, eerlijk gezegd, dat hier een onverlicht pad achterlangs komt. En dan is je uitzicht ook weg? Dan zou ik een schutting moeten zetten. En dan is mijn uitzicht ook weg. En hoeveel geld gaat dat u kosten? Nou ja, in eerste instantie in 2019 was afgesproken €85 per vierkante meter. En ik heb niet echt belang bij meer grond. Dus we hebben gezegd, doe het ons dan maar in bruikleen. Ik heb wel aangegeven, als iedereen moet kopen, dat wij dat ook zullen doen. Ik wil geen spelbreker zijn. En nu ligt er een nieuw plan van de gemeente. En nu moeten wij dus 7 tot 7.500 euro gaan betalen. En worden wij ongewild eigenaar van een damwand van een vijver die niet van ons is. Wij hebben alle raadsleden uitgenodigd zodat ze de situatie gezien hebben en kennen. En we sturen ze eigenlijk terug met de vraag van, joh, vraag de gemeente of vertel de gemeente om zich aan haar woord te houden en om ons gewoon te behandelen zoals we behandeld horen te worden. En het afspraken van 2019 dat ze zich daaraan moeten houden.